Breda Nu. Je weet het meteen. Een week lang werden bij alle Breda'se Avans-locaties levensmiddelen ingezameld voor de voedselbank. Studenten kregen een boodschappenbriefje mee met de meest nodige producten die zij konden doneren. Een oud medewerker van ons, Peter Kroesmaier, die heeft ons benaderd met de vraag of hij een inzamelingsactie wil houden voor voedselbank Breda. Nou, dat komt eigenlijk omdat ik hier vroeger gewerkt heb. En na mijn pensionering ben ik bij de voedselbank gaan werken. En omdat ik toch de nodige contacten hier heb, dacht ik van, hey, dit is misschien wel een goed idee om hier een actie te beginnen. En zodoende is dat gekomen. Ja, de studenten die zijn erg enthousiast en hebben ervoor gezorgd dat we 9 kratten hebben ingezameld voor de voedselbank. Want het is niet zo dat ze niet wilden meewerken, omdat studenten hebben meestal niet heel veel geld. Ik heb geen geluid gehoord dat ze niet mee willen werken. Ik denk dat iedereen uiteindelijk, als je tegen daadwerkelijk moet vragen, dat ze mensen wel altijd behulpzaam zijn om aan zo'n leuke actie als deze mee te doen. Van de leerlingen niet zoveel. Maar van medewerkers hebben we het nogal de nodige reacties gehad. En over het algemeen heel erg positief. Ja. Ik heb heel veel contact gehad met de voedselbank, met Peter Kroesmaier. En die reacties, hij heeft ook regelmatig samen met mij zijn we langs de locaties gegaan om te kijken hoeveel voedsel erin zat. En we zijn erg tevreden over het resultaat. Het resultaat valt me niet tegen. Ik ben hier begin van de week geweest en toen dacht ik van, er zou best wel wat meer bij mogen komen. Maar ik moet eerlijk zeggen, nu ik het resultaat nu bij elkaar zie, valt het me niet tegen. En is het waarschijnlijk voor herhaling vatbaar, maar dat moet nog overlegd worden. En wat gaat er nu met al deze kratten gebeuren? Nou, deze spullen die brengen wij dadelijk naar de voedselbank in Breda. Die worden even opgeslagen en volgende week gaan we alles sorteren. Ontbijtspullen bij ontbijtspullen, non-food artikelen bij de non-food artikelen. En gaan we de houdbaarheidsdatum nog even checken. En dan wordt dat gesorteerd, wordt geteld. En aan de hand van de aantallen wordt de verdeelsleutel gemaakt voor de mensen die dit komen ophalen. Breda Nu. Je weet het meteen.